Het is echt dom dat ik deze op de zeilboot aan heb. Ja, waarom hebben we die mooie schoenen? Moet je kijken, dames en heren. Oi, oi, oi. Ja, ik weet het ook niet helemaal. Zijn dat je dansschoenen van gisteravond? Ja, uithalen. Heb je gisteravond erop gedanst, hè? Ja, ook. Maar nu heb ik dacht, dus vandaag ook gewoon weer aan. Ja. Ingrid, Duark en Joost, in week 10! Ja. En dan hoor je al zeggen, ja, week 10, wat is dat nou weer? Ja, dat is de allerlaatste week van het hoogseizoen. Het is warm deze week, hè? Bloedheet. Het is bloedheet. Ik word 's nachts zwetend wakker. Zwetend zelfs. Ja. Ja, dan kan je je raam openzetten. Maar ja, ik weet niet of jullie de muggenradar van bijenradar.nl ook al gezien hebben. Als je je raam openzet middernacht en het waait niet, ja, dan komen natuurlijk heel veel muggen naar binnen en die pik je helemaal lek. Ik wil eerst even beginnen met leuk om jullie weer te zien en leuk dat jullie weer kijken. Is dat zo? Ja, leuk. Ja. Ja. Ja, leuk. Het is grappig om hier te zijn. Ik heb steeds gekeken, weet je wel. Dan, Dus, wat gaan we doen vandaag? Nou, ik hoop dat het een beetje gezeild wordt, want de wind komt vandaag als goed is een beetje door. Dus ja, we gaan kijken of we een beetje kunnen varen. En in de middag een hele coole wedstrijd. Zeilwedstrijd. Een zeilwedstrijd. Of een limo-wedstrijd. Nee, een zeilwedstrijd. We gaan echt zeilen. Gewoon appelflappen en worsten en sigaren en driehoeken en zo. Ja. Oud-Olympisch. Oud-Olympisch? Olympisch. Ja. Oh, en er is nog iemand hier. Die zie je nooit in de vlog, maar die hangt er best wel even in. Meneer de fotograaf, kom er nou eens even bij. Oké, dan doen we even zo. Ik ga je niet in de film zetten, gast. Dat was de fotograaf. Af en toe komt die langs. Ja, niet af en toe. Die komt elke week op woensdag en dan maakt hij foto's. En op zaterdag kun je die foto's meenemen. Maar ja, Angelo is een beetje verlegen. Giveaway komt ook weer. We hebben weer een winnaar gekozen voor vorige week. En deze week zit ook weer een prijs. En in die prijs deze week heeft te maken met de winter. Dit is de hoofdinstructeur. Kom jij dan ook even? Ja, er zat ook echt tijd iemand naast. Kijk, die komt niet in beeld. Hoi. Dat is een geluidsman. Dames en heren, dit is week 10. Hier de video. Wie niet weg is, is gezien. Doei! En ik zit hier weer met Diederik. Kijk, Diederik brengt me eventjes naar een vlot. Oh ja? Wat een beetje vlotjes? Vlotjes? Ja. Wow. Dus. Alles goed, Dirk? Ja. Ja, gaat het goed? Oh, dan heb je even een aparte boot. Wat is dit voor boot? Een optimist. Oh ja. Ben je ook optimistisch vandaag? Dat moet de ander wel maar van me zeggen. Ja? Wat vind jij, Diederik? Is hij optimistisch? Sowieso optimistisch. Dames en heren, gisteren deed Dirk een YOLO bij de stormbaan. Het zag er zo uit. YOLO! Oh, dat ging super goed, hè? Heb je nog aan de bel gerinkeld? Ik wou net zeggen, ik heb een belletje gehoord, jongens. De jeugdboot naar de kielboot. Daar zijn ze! Hey. What's up? Zijn jullie wat aan het oefenen, Ilse? Ja, we zijn de overstaag aan het oefenen. En we zijn de BPR aan het oefenen. Het binnenvaartpolitiereglement. En, nou, en daar heb je natuurlijk het ezelbruggetje gekke stoere Kees moet surfen leren voor. Maar we hebben nog een leukere manier gevonden om het te onthouden. En dat is het liedje. Goed, goed, zeemanschap. Stuurboordwal heeft altijd voor een klein klein. Wijd voor groot, motor wijd voor stuur, wijd voor zeil. Stuur, stuur, wijd voor bout, loef, wijd voor lei. En als je aan de regels houdt, dan zijn we allemaal blij. Yeah. Hey. We gaan het even hebben over limonade. We hebben altijd van deze kannen. Kan namelijk wel. En die hebben we in het rood. En je ziet een klein beetje rood hier. En we hebben ook de gele. Mag de gele even? Kijk, dat is de gele. En de grote vraag is, we gaan even een polletje starten. Welke limo is het lekkerst? De rode of de gele? Rechtsboven komt een linkje met een polletje en dan kan je laten weten of geel of rood de beste limo is. Ik zeg rood. Ja, hoi. Waar nog even de mensen thuis? Dit is Veerle en dit is Vee. En hoe heet ik? Joost, inderdaad. Veerle heeft hier een doosje en dit doosje wilde ik al bijna opsturen aan de winnaar. Maar ik hoorde net van Jeroen dat de winnaar hier is. En volgens mij zijn dat ze. Dames, kom eens. Hallo. Dit is Veerle. En wie is achter? Zo, Veerle, kijk. Zo, ja. Dit is Veerle, hè? Veerle heeft een hele mooie doos. Er zit iets in, hè, Veerle? De prijzen. Echt? De prijzen van vorige week. En die hebben jullie gewonnen. Ja. En die gaan we even uitrekenen. Deze deed jij, toch? Nee. Nou ja, maakt ook allemaal niet uit. Voor wie is die? Annelot. Annelot. Ja. Alsjeblieft. Jij leuk. Een mooie handdoek.
Sabine. Ja. Sabine, ja. Alsjeblieft. Een t-shirt voor Verlina. Oh, die is ook wel leuk. Die is echt leuk. Bedankt voor de uitreiken. Tik hem aan. High five. Oké. Okay. Nee. 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 Opnieuw? Opnieuw. Happy Meal! Nou, dames, doei. 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 Gaan wij weer zeilen, toch? Ja. Ja, ja, wij gaan, moeten de boot op zijn. Doei! Doei! Yo! Ja, dan rijden we gewoon met het karretje naar de keuken in. Kan gewoon. En wat staat hier? Dat is de prijzenton. Dan staat hier nog iemand. Hallo. Dat is Franke. Ofwel Kokkie. Mensen noemen hem Kokkie, toch? Ja, nee, klopt. Ja. Frank is de kok al jaren. Iedereen kent hem al. En ja, ik maak het lekker eten. Dan komen er nog twee binnen gezellig. Hier, Rick. Weet je wat dit is? Ja, dit is het cadeautje van de week. Zullen wij hem anders even weg? Gaan wij hem weggeven? Samen met Franke. Ja? Wat erin zit, net zoals voorgaande weken, kan je winnen. Vorige week had ik al gezegd dat deze week de laatste week is. Dus de laatste keer dat we een prijsje weg gaan geven. En de prijs die we... Ja, is die zwaar of niet? Nou, nee? Valt wel mee. Valt wel mee, hè? Die is heel zwaar. Ja? Kijk anders even wat ik erin heb. Niet mee spieken, hè? Oh! Oh, eens even. Oh, eens even. Mooi, hè? Dit maar, is wel... Heb je daar wat aan? Ik wel. Wat kan je hiermee doen, Didier? Een hele hoop. Maar als je het koud hebt, kun je het zeker gebruiken. Bruggetje. Een bruggetje. Laatste week, week 10. Wij gaan nog niet sluiten. De zaalschool is nog niet gesloten. Er komen straks ook nog wat scholen langs. Slapen in september. Ja, ja, we gaan even slapen. In oktober moeten we weer wakker worden. Oké. Okay. Want wat gebeurt er in oktober? Dan hebben we nog een... Herfstvakantie. Een herfstvakantie, inderdaad. Altijd mooi. En dan is de zaal gewoon een weekje open. Dus als je nog wil komen, kan je sowieso in de herfstkant komen. En dan... Dit kun je gebruiken in oktober. Dankjewel. Dat is één ding wat zeker. Ja, sowieso kan je dit in de herfstkant gebruiken. En ook op de boot. Ook op de boot. Ja? Ja, zeker weten. Dat is lekker. Frank, weet jij wat erin zit als je het zo hoort? Kan Frank hem gebruiken in de keuken? Nou ja, het zou kunnen. Maar ik zou het niet doen. Nee, het is handig als het wat kouder is. En dan kan je volgens mij je bolletje wel een beetje warm mee maken. Ja, zeker weten. Als ik het zou winnen, dan zou ik deze mooie pet inruilen voor wat hierin zit. Ja? Ja, denk ik wel. Want anders kan het niet allebei. Nee, dat wordt lastig. Ja, ik zou die inleveren, ja. Absoluut. Als je het weet, reageer even. En ik zal het ook nog even via Instagram posten. Dan kan je ook reageren. En dan morgen of volgende week dan via Instagram laat het even weten wie er gewonnen heeft. En dan hebben we een winnaar. En dan sluiten we hem ook gelijk af, want ja, het seizoen is voorbij. Zullen we nog niet afsluiten? Seizoen voorbij? We gaan nog even door. Nee, tuurlijk. Tuurlijk. Moet je kijken wat voor weer het is. Ja, we gaan weer naar buiten. Net was ik in de keuken en met Diederik en daar hadden we het over de herfstvakantie. Daar kan ik nog komen. Kom je in de herfstvakantie? Ben je in de herfstvakantie nog een keer? Daar is je tweede week mee. Oh, ja. We hebben er al één. Zij is er. Als je nou met haar in de boot wil, moet je ook in de herfstvakantie komen. Ja? Wacht, hoe? Zo. Met z'n allen zeggen, moet je dit groetjes uit Friesland! Groetjes uit Friesland!